Voordat we beginnen met de uitleg van de lenskracht, even een korte demo. Je ziet hier onder een opstelling een hoefijzermagneet en daartussen zit dus dan een magneetveld. Ik heb hier twee rails en die twee rails die zitten verbonden aan een voedingskastje. Er zit dus spanning op de twee rails. En er kan een stroom lopen van de ene rails naar de andere rails en dat gaat dan via een staafje. Een staafje, dat kan op die twee rails rijden. Nou, we kijken even wat er gebeurt op het moment als de spanning erop wordt gezet. Let op. Kijk, hij gaat bewegen en hij kan ook de andere kant op bewegen. Oké, Lorentzkracht. We gaan van start. Oké, we hebben een hoefijzermagneet en een stroomdraad. Door de stroomdraad sturen we een stroom. Ja, naar rechts de keer. En er is een magneetveld, natuurlijk altijd van noord naar zuid gericht. En als er een stroom is en een magneetveld, dan zal er een Lorentzkracht op de stroomdraad werken. Welke kant op? Of naar binnen toe of naar buiten toe. Je zag bij de demonstratie de ene keer het wieltje naar buiten toe rijden en de andere keer naar binnen toe rijden. Om te bepalen welke kant de kracht opwerkt, hebben we nodig niet de rechterhandregel, maar de linkerhandregel. De linkerhandregel is op zich makkelijk te onthouden, want kijk, de linkerhandregel met de L en die gebruik je bij de Lorentzkracht met de L. Goed, hoe werkt de linkerhandregel? Wel, als volgt. Je houdt de linkerhand dusdanig dat je het magneetveld, kijk, het magneetveld gaat hier naar beneden toe. Het magneetveld moet echt in de hand komen. Ja, dus van boven naar beneden moet hij in de palm van de hand lopen. Ja, dat is 1. 2 is dat de stroomsterkte, ja, hier stroomsterkte door de draad heen. De stroomsterkte die moet in de richting van de vingers zijn. Ja, in de richting van de vingers. Dat is 2. En als dat zo is, dan heb je dus nog de duim over. En de duim geeft dan de richting aan van de kracht. En dat is 3. Ja, dit is de linkerhandregel voor de Lorentzkracht. En als je het in 3D in wilt bekijken, ik heb het hier ook er eventjes ingezet. En in dit geval zal je dus naar binnen toe gaan. Wat opvallend is, is ja, als je naar de linkerhand kijkt, dat je B gaat loodrecht naar beneden toe en die staat loodrecht op I, maar hij staat ook loodrecht op F. En F staat weer loodrecht op I. Dus al deze drie dingen, ja, die staan loodrecht op elkaar. En dat heb ik hier even met een kubusje gedaan. Zo'n kubus heeft ook allemaal ribben die loodrecht op elkaar staan. En in dit geval hier dus heb je dus I die kant op, ja, B loodrecht erop. En dan krijg je dus F ook weer loodrecht erop. Alle drie staan loodrecht op elkaar. Goed, de Lorentzkracht. We kunnen dus nu met de linkerhand bepalen welke richting hij uit is. Maar we kunnen ook berekenen hoe groot hij is. Hoe groot hij is, welke formule daarvoor is, dat is bedacht door, hier hebben we hem, meneer Lorentz. Een van de bekendste natuurkundigen begin 20e eeuw. En hij is Nederlander, dus daar mogen we best een beetje trots op zijn. Maar goed, dat misschien later nog meer. Maar de Lorentzkracht, hoe kun je die berekenen? Wel, de Lorentzkracht kun je berekenen met B maal I maal L. Hierbij is B de magnetische inductie, dus de sterkte van het magnetisch veld uitgedrukt in Tesla. I is de stroomsterkte die door die draad gaat in ampère. En L is de lengte van de stroomdraad in meter. Let wel op, de lengte van de stroomdraad, natuurlijk alleen dat stukje wat in het magneetveld zit. Niet de hele draad, alleen een stukje wat in dit geval dus in het hoefijzer verborgen zat. En dan krijg je dus de Lorentzkracht in Newton. We kunnen hem ook iets anders opschrijven. Kijk, dat je dus B kunt berekenen. En dat zie je dus, B was uitgedrukt in Tesla. Maar wat is Tesla eigenlijk? Nou, Tesla, dat is dus eigenlijk Newton per ampère per meter. Dus Tesla is ook weer een vermomming van een andere eenheid. Oké, verder. Stel je voor, B
het magneetveld en I, die staan niet loodrecht op elkaar. We hebben ze net gezien dat ze loodrecht op elkaar stonden, maar wat nu als ze niet loodrecht op elkaar staan? Hoe moet je dan het berekenen? Wel, dan doe je het volgende. Dan ga je eerst de stroomsterkte ontbinden in een deel loodrecht op B en een deel evenwijdig aan B. Het deel wat evenwijdig aan B is, die zal niet meedoen met de Lorentzkracht. De Lorentzkracht wordt alleen bepaald door B en door dat deel van I wat loodrecht op B staat. Dus dan moet je dat eerst bepalen hoe groot deze loodrechte component staat, is. En dan krijg je dus dat de Lorentzkracht is weer B keer I keer L, maar voor I vul je dan in de loodrechte component van I. Hier hebben we de hoefijzer weer. En we doen nu niet geen stroomdraden doorheen, maar we laten er een elektronenstroom doorheen. Dus niet door een draad, maar gewoon een bundel elektronen die gaat er doorheen. En de vraag is nou van welke richting zullen de elektronen af worden gebogen? Nou, eerst maar even weer eventjes kijken hoe het met de linkerhandregel is. De B is natuurlijk gewoon van noord naar zuid. Ja, nou, die elektronen gaan keurig naar rechts. Dus dan zou de stroomsterkte die kant op gaan. En kijk, dat is even jammer, want dat is natuurlijk fout. Want denk na, stroomsterkte, hoe is dat gedefinieerd? Die is gedefinieerd als de bewegingsrichting van de positieve ladingsdragers. Dus als een elektron naar rechts gaat, dan gaat I naar links. Ja, dus I niet naar rechts, maar I naar links. En dan kun je de linkerhandregel weer gebruiken. En dan zul je dus zien, ja, ik heb het hier eventjes weer in 3D getekend, maar ik kan me voorstellen dat dat niet echt super goed is. Ja, maar als je dan even zo doet, I naar links toe, B naar beneden toe. En hoe is dan de Lorentzkracht? Ja, doe maar eens even met de linkerhand. Ja, je zet linkerhand, B moet in de handpalm, I richting vingers en zie je dus dat de duim naar je toe wijst. Dus de kracht gaat loodrecht uit het scherm en denk weer aan hoe je zoiets moest noteren. Ja, dan is dus de Lorentzkracht een stipje, ja, een cirkeltje met een stipje, recht eruit. Onthoud dus goed met een elektronenstroom, hè, moet je goed opletten voor de richting van de stroomsterkte. Oké, we kijken nog eventjes weer naar zo'n stroom van deeltjes. Je ziet trouwens hier dat I naar rechts is en de deeltjes gaan ook naar rechts. Dus blijkbaar hebben we hier niet te maken met elektronen, maar met positieve deeltjes. Bijvoorbeeld protonen, dat kan natuurlijk ook. Hè? Het hoeven niet altijd elektronen te zijn die voorbij gaan. Maar goed, wat hebben we hier? Een Lorentzkracht. En ja, die kun je normaal berekenen met B keer I keer L. Alleen, ja, wat is hier de stroomsterkte? Dat is een beetje vervelender. Nou, we gaan eventjes aan het rekenen. Ja, wat is I? Ja, dat is dus het aantal coulombs dat per seconde langskomt. Ja, hier staat die I is Q gedeeld T. Q, lading, T, tijd. Als ik dat invul in mijn uitdrukking voor de Lorentzkracht, dan krijg ik dus dat de Lorentzkracht is B keer I keer L. Is dus dan B keer, en voor I vul ik dan Q gedeeld T in, maal L. Iets anders schrijven. Ja, de T mag ik ook best onder de L zetten. En dan krijg ik dus hier B keer Q. En dan heb ik hier L gedeeld T. En L is een afstand. En T is een tijd. Dus afstand gedeeld tijd. Wat is afstand gedeeld tijd? Kijk eens aan. De snelheid. Oftewel, de Lorentzkracht kan ik ook berekenen door B keer Q keer V te doen. En hierin is dus dan Q de lading van de deeltjes. En zijn het elektronen, dan is het 1,6 keer 10 tot de macht min 19 coulomb. Trouwens ook voor protonen natuurlijk. En V is de snelheid van die deeltjes. Kijk. Hier hebben we weer een elektron. Het elektron is op weg naar rechts toe te gaan, maar er is ook een homogeen magnetisch veld.
En die zal hem natuurlijk willen laten afbuigen, want er is een Lorentzkracht. Welke richting heeft de Lorentzkracht hier? Eventjes zelf doen, even de linkerhandregel gebruiken. Yep, doe het eventjes. Oké. Ik hoop dat je uitgevolgd hebt dat de kracht naar beneden is. Ja, de Lorentzkracht is naar beneden toe, want hè, linkerhandregel, die moet je dus B opvangen. En de vingers moeten niet naar rechts zijn gericht, maar naar links, want een elektron, ja, dan betekent dus dat de stroomsterkte tegengesteld is. De Lorentzkracht is dus naar beneden gericht, betekent dus dat het elektron niet naar rechts toe gaat, maar dat die schuin naar beneden toe gaat, dus die kant op. Maar het is een homogeen magnetisch veld, dus het homogeen magnetisch veld is daar ook nog steeds. Oftewel, de Lorentzkracht zal daar ook nog steeds loodrecht staan op dat magnetisch veld en op de bewegingsrichting van het elektron. Dus die gaat mooi mee. En betekent dus dat het elektron nog verder wordt afgebogen. En dat betekent dus dat hij nog weer verder wordt afgebogen. En je ziet wat er gebeurt. Ja, het elektron zal een keurige cirkelbeweging uitvoeren. En voor een cirkelbeweging, wat heb je daarvoor nodig? Een middelpuntzoekende kracht. Hier is dus de middelpuntzoekende kracht geleverd door de Lorentzkracht. En daar kun je een mooie ding mee doen. Want je weet, voor een deeltje wat rondloopt, is Lorentzkracht, hebben ze net gezien, B keer Q keer V. Maar de middelpuntzoekende kracht, algemene formule voor middelpuntzoekende kracht, is precies M mal V kwadraat gedeeld door R, de straal van de cirkelbaan. Die twee zijn dus aan elkaar gelijk. Hey, kijk eens aan, een V links, V kwadraat rechts, dan kan ik een V wegstrepen. En dan kun je hier leuke dingen mee doen, want en dan heb je bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld de massa van elektron is bekend, lading van elektron is bekend, en als je nou B weet, dan kun je bijvoorbeeld de V van het elektron berekenen door de straal op te meten. Ja, dus meerdere van die dingen. Heb je een onbekend deeltje, dan kun je dus zaken bijvoorbeeld doen door de massa daarvan te kunnen bepalen. En je kunt hier diverse zaken mee doen. Onthoud goed, komt wel vaak voor, hè, geladen deeltjes in een magneetveld met een cirkelbeweging altijd middelpuntzoekende kracht erbij betrekken. Je ziet hier één winding in een magneetveld. Hierboven, de stroomsterkte, gaat die kant op, loodrecht op het magneetveld naar beneden toe. En dan krijg je dus de Lorentzkracht met de linkerhandregel die kant op gericht is. Aan de onderkant, de stroomsterkte, is de andere kant op, dus de Lorentzkracht is ook de andere kant op. En dan zie je wat er gebeurt. Het draadraam gaat draaien en draait in dit geval tegen de klok in. Het zal een kwartslag gaan draaien op deze wijze. En nu gebeurt er iets bijzonders. Want wat is er aan de achterkant aan de hand? Nou, de stroomsterkte nog steeds die kant op. Nog steeds loodrecht op het magneetveld. Dus nog steeds een even grote Lorentzkracht dezelfde kant op. En hier aan de voorkant precies hetzelfde. Maar die twee krachten die liggen nu in elkaars verlengde. En daardoor zullen ze niet meer in staat zijn het draadraam verder te draaien. Oplossing hiervoor is om op dit moment de stroomsterkte uit te schakelen. Dan is er dus geen Lorentzkracht meer. En omdat het draadraam nog een beetje snelheid heeft van de draai hiervoor, zal hij dus doordraaien door het dode punt heen. En zodra hij doorgedraaid is, wordt de stroomsterkte weer ingeschakeld. Maar dan wordt hij ingeschakeld net de andere kant op. En dat betekent dus, omdat de stroomsterkte wisselt, dat dus dan de Lorentzkracht ook weer wisselt. Oftewel, het draadraam draait dan gewoon door. En dan krijg je deze situatie. Ja, de stroomsterkte, kijk hier, de pluspool. Ja, iedere keer komt de pluspool op een ander gebiedje terecht. En het zwarte deel hier, dat is een isolator. Dus dan stopt de stroom eventjes en dan komt de plus op een ander deel terecht. En de min komt op een ander deel terecht.
En dan krijg je dus dat hij constant doordraait. Oftewel, je hebt een elektromotor. Een elektromotor is een van de belangrijke toepassingen van de Lorentzkracht. Zo, kijk, ik zei ze net al, misschien hebben we nog wel een meneer Lorentz tegenkomen. Jawel hoor. Nou, dat is wel vriendelijk van die man. Tot ziens.